allemaal. Het is tof dat jullie vandaag terug zitten te kijken. We hebben jullie gisteren de keuze gelaten tussen twee leuke nummers. En dat was Butterfly of Land van ons twee. En het is Land van ons twee geworden. Een hele leuke keuze vind ik ook. Want het is een nummer van Céline Dion dat in het Nederlands is gezet. En ik ben van plan om een combinatie tussen de twee te maken. Lorenzo van de Wallen heeft dat voorgesteld. Dus heel erg bedankt voor het leuke verzoeknummertje. En ja, we hopen nog veel verzoekjes van jullie te mogen vervullen, hè. Maar vandaag gaan we het eerst doen met een tamelijk moeilijk nummertje, toch? The Power of Love of Land van ons twee. Je fluistert zo hard mijn naam. Je stem die nu steeds luider klinkt. Bij ieder I hold on to your body and feel each move of your name. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I'm
We zitten nu allemaal een paar weken binnen en soms zitten wij er ook wel een beetje door, hè? Dat we onze familie niet kunnen zien en zo. En dat, ja, dat begint ook voor ons te wegen. En morgen, ja, gaat dat daar een beetje over. Hè? Want ja. Hij gaat morgen alleen zingen. En... De Willy heeft dat goed gezongen vroeger, hè? Hoe is dat dan? Ah, ik draai hier rond en rond. En rond. Als een leven in een kooi. Jullie weten dus wat dat er morgen te wachten staat. Hè? Ik stel al voor, leg een serviet klaar. Kijk, hè? Zo eentje bijvoorbeeld. En je kunt dan draaien hier rond. Of een zakdoek. En rond. Met een zakdoek zou ik opletten. Momentje. Tenzij dat een verse is. In ieder geval, we vinden het super tof dat jullie nog altijd blijven kijken. We hebben nog altijd tamelijk veel views op onze video's. Dus dat doet ons heel veel plezier. Hebben jullie speciale verzoekjes in de familie? Een jarige? Of? Zeg een keer. Ja. Een huwelijksjubileum? Ah ja, dat kan ook. Hè. Iemand in een gewone zorgcentrum die jullie al lang niet meer zien? Of misschien mensen die gingen trouwen, die momenteel moeten wachten. Ja, mensen die... De openingsdans of zo een keer doorsturen, dat mag ook. Hè. Dus nieuwe verzoekjes zijn altijd welkom. En we hebben het al beloofd, ook na deze coronatijd zelf, al mogen we terug gaan optreden, gaan we wekelijks toch nog een video plaatsen voor de mensen die niet kunnen komen naar onze optredens. Ja, ja. Dus dat wordt nog plezant. Hè. Dus voor morgen, 1, goed humeur. 2, een servietje. 3, iets om te drinken. Een koffie. 4, uw stem goed opwarmen. En 5, uw dansmoves erbij. Ja, en het komt allemaal als een leeuw in een kooi. We zien jullie morgen terug. Tot de volgende.